Comedy Circus. Amelie. Voor de derde opdracht gaan we een bewegend onderwerp nodig hebben. Ik ga daarvoor gebruik maken van mijn middelste dochter. De andere dochters zijn ook allemaal mee. En de mama staan daar. Maar we gaan... deze keer gaan we iets doen met beweging. Ik ga hier nu, omdat ik hier op wandeling ben, even snel de... Allee, van zodra dat ze uitgerust is, hè, want je bent een beetje moe. Hè. Je wou een beetje rusten. Hè. Dus van zodra dat ze uitgerust is, gaan we verder doen. Ik ga haar de opdracht geven van langs de camera te passeren. En dan ga ik van haar als bewegend onderwerp een paar foto's maken. En ik ga daarbij opnieuw mijn belichting instellen, zoals dat ik bij de andere opdrachten ook mijn belichting ingesteld heb. We gaan ons focussysteem een klein beetje anders aanpakken. We gaan naar continu gaan, omdat ons onderwerp beweegt, moesten we single focus gebruiken. En we stellen scherp als dat onderwerp dan verder beweegt. En dat zijn bakstenen. Ja, dat ga ik zo alsof niet doen. Ja. En als het onderwerp dan verder beweegt, is het terug uit focus. Dus dan moeten we met continu focus, de C-optie, voorzien dat de camera blijft scherp staan zolang dat we op de ontspanner duwen of nog half ingedrukt houden. En het andere waar we mee gaan spelen deze keer is onze belichtingstijd, de sluitertijd, waar we de vorige keer met ons diafragma veel gespeeld hebben. Een klein en groot diafragma om aan te tonen wat er gebeurt met uw scherpte en diepte, gaan we dit keer dus met de sluitertijd spelen, omdat dan een bewegend onderwerp anders in beeld komt te staan. Al dan niet scherp in beeld, maar dan gaan we zien een keer dat ze uitgerust is en onze foto's kunnen maken van zij die voorbij vliegt op haar step. Hier staat haar step. Die andere, die grote step met een achter twee wielen en ja, vervolg één wiel, daar kan ik niet goed op step, die helpt het wiebelen. Dus we gaan voor de eerste opdracht, ben ik in beeld? Oké. Okay. We gaan voor de eerste opdracht, dus we hebben ons landschap hebben met de manuele autofocus, met de manuele schepseling gedaan. Ons portret hebben we met single focus gedaan en nu gaan we ons bewegend onderwerp met die C van continu focus doen. Opnieuw, in de menu zijn allerlei opties voor focustrekking enzovoort. Daar ga ik niet in detail over hebben, omdat die opties heel sterk afhankelijk zijn van het type camera gebruikt. Ik ga de ISO-waarde, we zijn buiten, kunnen ISO-waarde 200 nemen. We gaan een sluitertijd kiezen die niet te hoog is. Laat ons pakken een 30ste van een seconde. Ik ben nu een klein beetje aan het overdrijven, maar dat gaat zeker duidelijk zijn. Qua bewegend onderwerp, ik neem nu stel dat die voorbij fietst of stapt beter, maar je kan dus ook een auto gebruiken die voorbij rijdt. Een dier dat aan het lopen is ofzo. Alles wat dat in de buurt is dat beweegt, kun je voor gebruiken. En dan de rest van onze belichting gaan we met onze... Ja, die zit hier eigenlijk serieus in de weg heen. Maar dus hier heb ik een 30ste van een seconde van sluitertijd. En hier ga ik de lens gewoon instellen om de belichting goed te hebben. Dus nu is ons diafragma niet belangrijk voor het beeld, maar wel voor de belichting. Dus met dat diafragma aan te passen naar een kleiner getal, een grotere opening, hebben we meer licht. Een groter getal, zoals F16, een kleine opening, gaan we minder licht hebben. Dus zo gaan we eigenlijk zien dat ons lichtmeter, onze indicatie, dat op 0 komt te staan. Ik ga nu even gewoon hier van de lichtsituatie heel snel kijken voor een 30ste wat ik nodig heb van... van de rest van de instellingen. En dan zit ik bij... Je ziet dat hier trouwens ook normaal heel goed op deze camera. Kun je dat zien op beeld? Hier opzij zit die lichtmeter, die indicatie van die lichtmeter. Dus ik heb die sluitertijd laat ik staan, maar ik beweeg mijn diafragma om de belichting aan te passen. Nu staat dat op 0 en dat is bij diafragma 5.6. Ah ja, nog een tip. Uw onderwerp, zie dat uw onderwerp dwars op uw beweegt. Jullie moeten meewandelen. Ja. Dus dat uw onderwerp, als uw camera zo staat, dat uw onderwerp zo beweegt en niet naar u toe. Dus ik ga mij gewoon hier nu, ga ik haar zo over de weg laten rijden en ik ga mij naast de weg zetten om de foto te maken. Zo ga ik het op. Dus stel, ga jij van daar naar hier, mijn stap zo snel mogelijk. En dan van hier naar daar. En ik ga een foto maken. Gaat dat lukken? Ja. Opperste concentratie. Ja, doe het. Dat was geen hard. Nee, wacht. Ja. Ja. Ik ga bij mijn opstaan wachten, hè. Van daar naar daar.
ben haar kwijt gestaan. Ja. Ja, nog eens. Ja, wacht even. Dus dat was een 30 van seconde. Het is zelf niet mogelijk om de rest van het beeld scherp te hebben. Ik ga nu even naar een 125ste, dan zou de rest scherp moeten zijn. En we gaan opnieuw. Ik ga juist hetzelfde fotograferen. Ja, kom maar stellen. Ja, nog eens. Link. Link. Ja, ik ga eerst iets... Wacht. Wacht even daar. Ik wil naar mijn mama. Ja, je mag direct nog één keer. Dus dat was een 125ste. Nu ga ik naar een 1000ste van een seconde gaan. En dat is meer dan genoeg om haar beweging ook te bevriezen. Mama. Bij die van een 125ste kun je heel mooi zien dat ze zijbewogen is en dat de omgeving wel scherp is. Mama. Maar ik ga wel even de rest moeten ook aanpassen. Mama, kom kijken naar. Ja, ben bijna klaar hoor. Ja, ik ben klaar. Kom maar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Heel goed. Heel goed. Ben je nog? Oké. Okay. Nog één keer. Ja. 1, 2, 3, go! Go, hè? Doe maar. Go! 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 En dan als, dus dat waren twee opties, ofwel heb je een trage sluitertijd, is alles bewoon, ofwel heb je een snelle sluitertijd, is alles bevroren. Het is ondertussen gevallen, zie je. Ik ga snel gaan helpen. Een andere optie is nog dat je een trage sluitertijd hebt en mee beweegt met je onderwerp, panning heet dat. En dan is je onderwerp mogelijk scherp, maar de rest bewoon. Ja, chic. Ja, slapen. Dat is leuk. En als ik niet te veel aan. Ik had de hoogste, dat zijn bokken.